Peter Pieter Pater, het is een soort van water. Ik wil toch graag naar huis. Ik kom een druppel later. Goedemiddag allemaal en welkom terug bij een nieuwe aflevering van Let's Play Pikmin 2. Ik ben er weer, jullie enige echte Zeep. Sorry, die editing moest gewoon eventjes... Sorry. Goed. In de vorige aflevering zijn we dus in de shower room gaan exploren. Hebben we 4 sublevels gehaald. Deze was een beetje zinloos. In deze aflevering gaan we daar gewoon in vrolijk verder. Waarom ook niet? Als ik naar level 5. Ik ga ervan uit dat deze zo'n 7 à 8 floors heeft. Dus ik denk dat we hem wel kunnen finishen in deze aflevering. Tenminste, daar ga ik wel vanuit. Hoop ik wel. Tot nu toe nog geen Pikmin kwijtgeraakt. En op het moment dat ik dat zeg, waarom zeg ik dat? Ik weet het niet. Ik ben gewoon daar een beetje dom bezig in. Aangezien dat elke keer als ik het zeg... gaat er iets mis. En mensen die hebben daar ook al gezegd, als ik een domme fout maak met een paar Pikmin kwijt te raken, dat ik dan zeg maar dat er een vloek is uitgesproken over mij door die paarse Pikmin. Waardoor dat we dus zeg maar Pikmin kwijt zullen gaan raken, of dat er iets gruwelijk misgaat, of dat er een glitch plaats gaat vinden, weet ik veel wat. Oké, nou, daar ben ik niet echt... Ik ben niet enthousiast over dat jij daar bent. Oh, we kunnen meer paarse maken. Hi. Nee. Dat gaan wij niet doen, hè. En de deurbel. Verdurrie. En dan nog de... Oh, nee. Ik ben ook altijd de Sjaak als het komt op het moment dat ik met de strategie bezig ga tot de deurbel. De vloek van de paarse Pikmin. Laten we het daar gewoon op gooien. Oké, nou, ik ga eerst eventjes deze muur eventjes omlaag halen. Aangezien dat ik vind hem zo irritant geplaatst daar. Kom dan jij eens even dichterbij. Kom dan jij nou eens even deze kant op. Kom dan jij nou eens even hier spelen. Ja, even gelijk terugkomen jullie, hè. We weten niet wat er aan de andere kant van de muur zit. Kom jij nou eens even gewoon hier spelen, ja? Ik ga gewoon... Juist! Weet je wel, gewoon Pikmin erop gooien. Gewoon Pikmin erop gooien. Ja, dit gaat gunstig. Ik zie wel heel erg veel gediefflowerized Pikmin ondertussen al. Die hier een bloempje meer hebben. Ik hoop dat er ook een paar rode tussen zitten. Want rood die gaan we dus transformeren naar paars. Aangezien dat we nog steeds een paar paarse nodig hebben. En paarse Pikmin, die kun je nooit... Dat was random. Ja, hallo. Hij zit erin. Hi, kiekies. Hij zit er heel goed in. Nou, niet zo mouwen. Ik moet echt een nieuwe hebben. Oh. Oké, nou, ik zie al wat liefste tussen... Wat liefste tussen zitten. Dus we gaan gewoon eventjes de liefste erin gooien. Dan zullen we niet meer dat blije deuntje helaas hebben. Omdat we niet meer 20 van elke Pikmin hebben. Wat een easter egg is. Nog steeds hartstikke leuk. Maar, nou ja, aan de andere kant is ons attack team dan ietsje sterker. Wat zeker handig is voor de opkomende baas die we dadelijk ook nog een keer gaan hebben. Dus ik wil eventjes de fire hazards aan de kant hebben. Dus ik wil eventjes de rode Pikmin die we nog hebben. En ik wil eventjes de paarse Pikmin allemaal bij een verschillende kapitein. En deze gele, die mag even kus... Weet je wat? Jij bent een troeper? Jij wou zo graag bij me blijven? Dan zul je werken ervoor! Dat gaat lang duren. Oké, nou, ik neem dus de 15 rode die we hier hebben. Ik vertrouw het hier voor geen centimeter. Oké, die even uitzetten. Ik zie daar toevallig 2 treasures liggen, dus dat is alleen maar gunstig. Even deze uitschakelen. Oké, nou hebben we echt ons attack team nodig. Goed! Team paars! Zou ik jullie Team Delta eigenlijk moeten noemen? Waarom ook niet? Dus ja, eigenlijk best wel een grappig feitje. Ik heb Jurassic World, die heb ik zeg maar op DVD gehaald. Die heb ik toen met mijn vader in de bioscoop gezien. En dat kostte 2 paarse Pikmin. Ik had Woody Box. Oké, nou dan zijn we toch wel al onze eerste. Ik zei het, ik had het niet moeten zeggen, maar ik zei het. Ik heb het gezegd, niet slim. Jij blijft van onze paars af. Hartstikke gestand. Jij kunt niks. Met een mietje. Oké. Als jij eventjes gewoon niet naar ons gaat kijken. Kun je ook niet vuuraanval doen. Ben ik alleen maar blij om. Ik moet mijn mond houden. We zijn nog geen Pikmin kwijtgeraakt. Bof. Dag Pikmin. Leuk. Oké. Dan gaan wij... eventjes hier. Ik zie daar ook een waterhazard. We beginnen eerst even met hun even uitschakelen. Die... Dat beest daar is toch een beetje te ver afgeleid. Dus daar hoef ik nog geen zorgen over te maken. Een fiery blowhawk die in het water gaat. Is water niet jouw zwakte?
Ik bedoel, we hebben een bolbeer gehad die van vuur was gemaakt en die eigenlijk bij zijn... Weet je wel, als jij nou eens uitgaat, ga eens uit. Oké, okay. Snel. Aha! Dat is gunstig. Oké, nou, kun jij even het water uitkomen? Ik had je moeten killen toen ik de kans had. Weet je wat, we doen wel heel eventjes hier even deze muur. Hopen dat hij zo snel mogelijk daar het water uitkomt. Oké, is het water uit, jongens. Dit is onze kans. Aanvallen! Aanvallen! Attack, 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 attack. Ik haat die beesten, ik weet niet waarom. Goed. Jullie merken, even de MF omdraaien weer, even tot het weer de goede letter is. Goh, wat ben ik goed bezig vandaag, zeg. Jongen. Neem ons hele team niet mee. Ach, die enige die is daar echt van, neem mee, je gaat en zal naar beneden toe gaan. Ja, niet allemaal jongens, ik heb even een carry team nodig. Een Jim Carrey team. Oké, dan hebben we hier dus weer een sluipreclame flessendopje. Nou, ik vind het altijd nog steeds grappig. Laat maar raden, hondenpoko's. Gokje. Oké, nou jullie nemen dat even mee. Dat is een sinaasappelperser. Fristy! Oké. Happiness emblem. Nou, ik weet niet of je van Fristy altijd happy wordt. Het is een soort van drinkyoghurt, dacht ik altijd. Maar, of yogo, zoals wij dat altijd vroeger noemden. Dus... altijd verschillende namen voor. Oké, nou die is in ieder geval al open. Dan ben ik toch heel erg nieuwsgierig wat er achter die andere muur zit waar onze gele troepen dus zo hard mee bezig was. Oké, nou Sjoerd Ranspersig. Merciless Extractor. Ja, waarom zou je medelijden moeten hebben met... Nou, ik ga er weer te diep op in. Volgens mij zit alleen maar een walkpaadje naar die andere kant. Maar er zit nog ergens hier een treasure. We hebben nog een treasure hier ergens. Waarschijnlijk aan deze kant. Team, ga eens even mee. We hebben hier de Wallywalk gehaald, dus hierboven dan. Hallo. Oh, die zit er in het water. Oké. Daar heb ik even mijn blauwe team voor nodig. Oké, jullie gaan heel eventjes hier in het hoekje staan, want anders gaan jullie die zooi... Blauw. Wees nou eens niet zo flauw. Werk nou eens even mee, ja? Hoeveel hebben we er? 16. Ik hoop dat er genoeg is. Want dit is dus weer zo'n typisch geval van, je moet hier heel goed in mikken. Je moet de blauwe Pikmin zeg maar hier ingooien. Maar we hebben er echt precies 20 voor nodig. Ik kom niet. Jongens. Oké, alle 16 zijn daar. Jij hebt alleen maar een paars bij, toch? Ja. Wat zijn dan die andere blauwe? Ik weet dat ik 20 blauwe had. Die staat nu dan daar nog in dat team. Precies 20 blauwe, hè? Oh. Heb je nog blauwe? Ik zie daar geen blauwe tussen zitten. Kunnen we heel even op de map even kijken. Wacht. Er staan er daar nog bij... deze muur staat nog. Ja, daar zijn die 4 blauwe. Oké. Die heb je dus nog nodig voor die ene secret. Of ja, die ene treasure die dus daar verborgen zit. En deze die is eigenlijk best wel sneaky. Dus zorg er wel voor dat je minimaal 20 blauwe bij hebt. Daarom ben ik zo blij dat ik die 20 regel elke keer eigenlijk erin gooi. Omdat in dungeons zul je nooit een treasure vinden die meer als zoveel blauwe nodig heeft. Want blauwe zijn echt de enigste carriers. Dus mocht ik nou een blauwe zijn kwijtgeraakt, dan zou ik behoorlijk eigenlijk hier best wel de Sjaak zijn. Oké, nou we gooien eventjes hier even deze Pikmin er even in. Ik zei we gooien jullie er even in. Oké, en dan komen ze dus daar, als het goed is, gelijk daarboven uit. Wolf. Ik vind het zo mooi, hè. Ze houden zich daar echt zo aan vast van... Oké, als we hem vast hebben, laten we hem niet los, wat er ook gebeurt. Nou, in ieder geval, we hebben dat restje gevonden. Het is ook weer zo'n sardineblik lijkt het wel. Ach ja, lijkt belangrijk. Zijn we nu wat is? Wat is het? Wie is het? Dat is toch wel eens weer de vraag. Permanent container. Wat is het eigenlijk? ICC. Chinees? Is het Chinees? Chinees of Japans? Een van die twee. Ik zou het echt niet weten. Mijn excuses. Ik heb er geen verstand van. Mijn excuses daarvoor. Ik weet echt niet wat het is. Ik heb geen flauw idee wat het is. Maar het is iets. Nou, in ieder geval de treasures weer gevonden. 2 paarse Pikmin kwijtgeraakt.
We gaan gelijk even technisch gezien twee gooien. Je kunt het zo gek maken als dat je het zelf wil. Ik word er toch zo moe van. Als ik mijn mond open doe, dan weet ik eigenlijk al gelijk van... waarom doe ik dit? Oh, geen Pikmin kwijtgeraakt. Dan ben ik al twee kwijtgeraakt. Nou, deze room hier. Daar moeten wij redelijk voorzichtig voor zijn. We hebben hier echt ons attack team even nodig. Daar hebben we een Wallywalk. Wallywalks zijn nog steeds altijd je ergste vijand in de hele Pikmin serie reeks. Zoals ze altijd blijven. Ja, ik wil eigenlijk hun uitschakelen en ik wil hem eigenlijk ook uitschakelen. Oké, nou ben je niet meer dichtbij die Wallywalk in de buurt. Dus nou, haha, jouw defense is pleitos. Screw jou. Oké, ken ik die twee of ga jij nou eerst op vervelen? Je gaat niet op vervelen. Blijf maar, stop maar. Oké, terugfluiten, terugfluiten, terugfluiten! Haha, je hebt niemand. En dan krijg je de Pikmin boven op je hoofd, want je kan er niks tegen doen, want je bent een stomme rek. Na, 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 na. Ik haat jou, Wallywalks. Echt serieus. Nou, dit is mijn tweede take op deze dungeon. Omdat er zit hier iets verborgen wat je enorm tegen kan... Nee, niet dat beest. Maar er zit hier dus iets in deze dungeon wat jou enorm tegen kan werken. Waar je dus zeg maar vooruit wil kijken. Ik zal daar ook zo... Oh boy. Mijn controle die hing alle kanten op. Dat is niet de bedoeling. Goed zo. Terug. Ik wil mijn andere team eventjes heel goed bij de hand hebben hier. En dat is namelijk als je dus gaat werken aan die hekjes die we hier overal hebben. Dus ik wil mijn paarse team even alvast paraat hebben. En hier wil je dus je aandacht 100% op focussen. We zien hier al tot rust. Oh, daar hebben we hem, daar hebben we hem, daar hebben we hem, daar hebben we hem, daar hebben we hem. Je wil niet weten hoe dodelijk dat die vijanden wel niet zijn. Oh, jongens. Waar is hij? Hij is nog. Vergeet niet, poison flint beetles, die kunnen jou dus altijd twee paarse potions geven. Ik doe de glitch hier nou niet omdat het nogal op een vervelende plek is waar dat hij is gespand. Maar ik kwam er dus achter, op een hele vervelende manier, dat hij dus zeg maar daar zat verborgen. Natuurlijk, zoals altijd, krijgt hij hier de voordeel van te zien. Is hier dan een snitchbug beest? Oh boy. Oké, stun hem. Val aan. Attack, kill. Oh, hij is gestunt. Helemaal mooi. Oké, wegwezen daar. Oh! Jij sneaky beest! Sjoe! Dus ja, dan ben je gewoon even aan het multitasken. En dan in één keer komt er zo'n stinkbeest in één keer weer tevoorschijn. Haha, pun intended, stinkbeest. Haha, poison. Haha, ik laat het weten. Maar die moord dan in één keer 20 van jouw Pikmin uit. Toch alleen maar eventjes een wolkje muur te laten schieten. Dus daar word je niet vrolijk van. Nou, dat was het dus bij mij gebeurd. Daar was ik dus niet echt een grote fan van. En ja, aangezien dat je dan een multitasker bent. En dan in één keer meer dan 20 Pikmin kwijt ben geraakt. Ja, dan reset je toch wel heel eventjes de boel. Wat nogal vervelend is. Nou, voor de mensen die aan het meespelen zijn. De boel resetten, Pikmin 2, zoals jullie dus zien. Heeft enorm veel dungeons en secrets en weet ik het allemaal nogal meer. Dat kan nogal aan een vervelende kant zitten. Maar het kan natuurlijk ook nog eens een keer aan de positieve kant zitten. Mocht je dus op een dungeon, op een sublevel zitten die behoorlijk moeilijk is. Hoef je niet heel die dungeon opnieuw te gaan doen. Dit is eventjes een trucje voor de nieuwere Pikmin-spelers die toch denken van... Ja, eigenlijk wil ik die Pikmin niet kwijtraken. Stel je nou voor dat je dus ook 20 Pikmin meeneemt en je raakt toch een blauwe Pikmin kwijt. Dan hoef je niet heel die dungeon overnieuw te doen. Het enige wat je moet doen is, zoals je weet, elke dungeon die je ingaat slaat het spel zichzelf op. En dat is eigenlijk best wel disturbing. Maar goed, het spel slaat zijn eigen dus elke keer als je naar een nieuwe... Ik weet niet hoe dat ik het neem, maar dat vind ik eng als je daarboven gaat staan. Dus liever niet doen. Elke keer als je dat dus zeg maar doet, dan kun je dus heel makkelijk op je home menu knop drukken en dan weer terug naar het titelscherm toe gaan. Oké, terug. We hebben daar een irritant beest. Maar wat je dan wil doen is gewoon terug naar het titelscherm toe gaan, het spel opnieuw laden. Dus eigenlijk een soort van soft reset.
En op het moment dat je een soft reset hebt gedaan, dan kom je automatisch weer terug in die dungeon. Let wel, dungeon zou anders geregenerate zijn, omdat het is allemaal random. Beetje net zoals Binding of Isaac, als je mij vraagt. Goed, Rubber Ugly. Ah, het is niet het lelijke eentje. Oké, dan pak ik heel eventjes ons paarse attack team. Niet dat het echt nodig is voor hem, maar ik wil geen risico's nemen. Ik bedoel, ach, het is een paarse dweeble, de poison dweeble. Hi. Kunnen we heel eventjes... Zie je dat? Mooi. Nou, neem ook al gelijk de treasure mee. Twee vliegen in één klap. Dat is alleen maar heel erg gunstig, want dan kan ik dus heel eventjes mijn blauwe Pikmin pakken. Want we hebben dus nog een treasure aan de andere kant liggen. Dus eventjes de... Niet de witte, alleen de... Dank je. Jongens, jullie hebben je zwemdiploma niet gehaald. Ik weet dat jullie dolgraag willen helpen, maar jullie hebben... Dat is zo creepy. Bermatja. Waar heeft Final Fantasy mee te maken? Nou, maakt niet uit. In ieder geval, jullie hebben die zwemdiploma niet gehaald. Wij willen gewoon alleen een blauwe Pikmin hier hebben. Dus geef me eventjes de blauwe Pikmin. Dankjewel. Mooi, kunnen we eventjes naar die treasure toe. Fijn, laat me maar rust. Waar zat hij? Hier. Dus, ja, zo kun je dus zeg maar een run reset. Oh boy. Volgens mij heeft Dwarf wel zijn zwemdiploma gehaald. Ik weet het niet. Oké, kijk, nou toch eens. Honing. Wie niet de poe zou jaloers zijn. Goed. Nou, ondertussen dat jullie daarmee bezig zijn, wil ik heel eventjes mijn rode Pikmin. We hebben daar dan nog 15 van. En geloof me, dat is meer dan zat. Dan worden er zelfs nou nog 10. En dan maken we heel eventjes een witte Pikmin van. Het klinkt zo zielig. Alsof dat ze dood gaan, maar ze gaan helemaal niet dood. Ze worden gewoon gehercoloreerd. Als dat een woord is, weet ik veel. Hercoloreerd. Ja, hoe kom je erop? Oké, nou, dus we hebben nou 25 witte, 25 paarse. En honing. Tenminste, ik denk dat honing is. Vrijdzamer. Plentiful tank, ja, er zit heel veel in. Maar volgens mij is het gewoon honing. Miniatuur honingvest. Ik denk dat het honing is. Wij houden gewoon op honing. Waren dat alle treasures? Ja, dat waren alle treasures. Hebben we de cave entrance al gevonden? Ja, die zit op het einde van deze gang. Oh, daar is gemeen. Dat is gemeen. Ben ik even blij dat ik daar niet met mijn Pikmin naartoe ga. Ja, dat is jammer voor jou, bolbeest. Oh, wat ben ik blij dat ik hier mijn Pikmin squad niet meer naartoe heb genomen. Stel je voor, zeg. Maar we houden dus rekening mee. In een random dungeon generator kan daar dus ook een treasure liggen. Waardoor dat je dus, ik weet niet hoeveel Pikmin kwijt kan raken op het moment dat je daar dus onverwachts daar naartoe gaat. Showroom heeft mij dus geleerd. Alles is dodelijk, alles is gevaarlijk. Zorg ervoor dat je nergens bij je in de buurt komt. Want alles wil gewoon je nekken. Final level! Oké, we gaan niet knippen naar de volgende part. We gaan absoluut niks doen. We gaan gewoon naar de volgende level. We gaan hier eens eventjes de muur even breken. En als ik me niet vergis, is dit best wel een interessante baas. En makkelijk als je weet wat je doet. Je hebt hier ook weer allebei de kapiteinen voor nodig. Wat we willen doen, is we doen eventjes al deze muren gewoon eventjes naar beneden halen. Gewoon voor de show, waarom ook niet. Oh, hoi. De muziek begint al te spelen en we zijn er nog niet eens. Hi. Ben jij niet een creepy? Ja, we zien hem daar op de achtergrond. Creepy. Oké, hebben we niet wel eieren dat ik even wat nectar kan krijgen? Mocht er... Ja, we hebben nog een paar paarse liefjes ertussen zitten. Want dit is een baas, daar willen we dus beide kapiteinen voor gaan gebruiken. Dit in verband met het volgende. Ja, dat zullen we trouwens eigenlijk wel zien op het moment dat we daar dus bij komen. Oké, nou, geen eieren, geen secrets. Ik heb nog niet meer aan de kant. Oh, ga je nou gelokt op iemand? Oké, ik ga hem heel eventjes anders doen. Ik weet namelijk niet of hij door muren kan aanvallen. Ga ik heel eventjes testen zonder mijn Pikmin. Hi. Wat? Ik had toch een Pikmin die een paarse natuurlijk, hè? Oké, hij kan door muren aanvallen. Dat is lame. Dat is lame dat je door muren aan kan vallen. Ja, er is geen manier om daar... Dit is heel erg stom geregenerated. Oké. Jullie gaan wel even hier aan werken. Snel. Yeah.
Niet aanvallen daar. Goed. Concentratie. Oké, we zijn dus wel weer een paarse Pikmin kwijtgeraakt. Dat is eigenlijk niet echt gunstig. En dan wil ik eigenlijk alleen mijn paarse Pikmin hiermee naartoe nemen. Oh, hoi. Dank je. Oh boy. Even snel. Die aanval is devastating. Ik moet zeggen, dit keer is het dus heel gemeen hoe dat de dungeon is geregenerate. Oké, nou wat we dus willen doen is we willen ons beide kapiteinen. Eentje willen we dus zeg maar hier naartoe brengen. En hij zal dus op de actieve kapitein zou hij dus gefocust zijn. Op het moment dat hij dus daarmee bezig is, wil je dus de hele tijd omswappen tussen kapitein. Omdat het duurt heel eventjes voordat hij dus van kapitein verandert. Dan zie je hem heel eventjes transparant worden. En je wil hem aanvallen op die aardbei die hij achter zich heeft. Dus daar gooi je nou eventjes snel onze Pikmin op. Nou, en als hij dat doet, fluiten we gelijk even zijn Pikmin terug. Even in de hoeken staan. Even swippen naar het andere team. Je zou dit kunnen doen met twee teams, maar ik vind dit de makkelijkste manier. Omdat eentje die je kan aanvallen, eentje kan ontwijken. Oké, hij is helemaal omgedraaid. Even swappen weer naar ons team hier. Gelijk onze Pikmin erop gooien. Ik vind dit echt een van de makkelijkste bazen die ertussen zit. Oh, dit kan gevaarlijk worden. Nee. Oké, swap. Hi, ik sta hier hoor. Ik weet niet waar jij op was zitten focussen. Ik sta lekker hier. Het is zo leuk dat hij alleen maar op de actieve kapitein gaat. Op zich een hele makkelijke baas om te killen. Maar kijk dus uit op het moment dat je bezig bent met het aanvallen van hem. Omdat hij kan nogal gemeen zijn met aanvallen. Door muren heen. Dus heb je een dungeon zoals mij regenerate? Ja, dat kan nogal vervelend zijn. En hij kreeg dus gewoon een paar Pikmin te pakken. Omdat een paar Pikmin daarbij zijn eigen van... Ik wil hier niet achter mij staan. Ik wil meedoen. Ja, dat heeft hem zijn nek gekost. Maar goed. Processing. How odd. The gory creature dissolved, leaving this curious item behind. It appeared to be coated in slime. Are you sure you want to collect this? Absolutely sure. Jongens, stop nou toch eens met zeuren, man. You'll throw just about anything in my hold. It would be nice if you cleaned occasionally. Ach, zeur toch niet zo, man. Je bent helemaal vergoud dankzij deze missies. Oké, we willen dus zeg maar... Weet je wat, paarse team, ga jij heel eventjes aan deze muur werken. En dan gaan we eventjes het rode team even pakken. Gaan we het rode team pakken. We gaan gewoon alles even pakken. En wat ik wel grappig vind van deze baas is, je krijgt ook nog zijn seed te zien. Dit ding om precies te zijn. Waar je eigenlijk dus niks mee kan als alleen maar eigenlijk verzamelen voor een kleine aantal poko's. Je kunt er niks mee. Oké, nou, jullie kunnen dat gelijk meenemen. Hartstikke gunstig. Jullie nemen dat mee, dat is mooi. Ondertussen kunnen wij heel eventjes de Poco of de Red Potion glitch doen. We hebben niet echt een potion niet nodig gehad. Wacht ik heel eventjes tot de treasure verzameld wordt. Niet die treasure. Dankjewel. 100 Poco's nog eens een keer waard. De Amplified Amplifier. Probeer dat maar eens 3 keer snel te zeggen. This ship is well suited for the emission and amplification of sound waves. A moment, please. I shall use this as the final part in my new sound equipment. The Mega Tweeter is done. The Mega Tweeter? Serieus, Mega Tweeter? Captain Olimar, this device has increased the acoustic range of your whistle. Oftewel, als we dus nu onze Pikmin bij elkaar proberen te fluiten, zullen we dus zien dat onze cirkel een stuk groter is als dat hij eerst was. Dit is heel erg gunstig. Goed. Nou, wij wouden deze rode potion even meenemen. Ik denk dat ik het eigenlijk op de makkelijke manier doe. Hoppakee. Ah, ik druk dat daar laat op minus. Oh. Ja, wil je dat het goed werkt, dan kun je dus het beste eigenlijk de andere thema gebruiken door gewoon de kapitein erin te schuiven. Dat werkt het makkelijkste. Maar goed, we hebben de treasure gehaald. We zijn 3 paarse Pikmin in totaal kwijtgeraakt. Dat het eigenlijk best wel pijnlijk is. En ja, sommige treasures waren veel waard. Ik moet zeggen, waarom is een batterij zo erg veel waard? Maar goed, maakt niks over uit. Cave complete! We hebben alle 14 de treasures gevonden. Yay! Oké, nou, op zich wel decent.
drie paarse Pikmin kwijt. Dat is minder decent. Maar aan de andere kant hebben we er weer twee bij gehad. Dus balanceert best wel goed. En ja, ik weet het. In die deleted scene, daar hebben we, ik weet niet hoeveel Pikmin kwijtgeraakt. Dus kijk daarmee uit. Want soms zijn dungeons nogal chips. Nou, terug naar de Perplexing Pool. Ik zei Distant Spring. En dat is de eerste naam. Ik weet zeker in de aflevering zei Distant Spring. Terwijl de Perplexing Pool is. Omdat Distant Spring was van de andere naam. We fluiten even al onze Pikmin bij elkaar. We hebben de 97. En ja, we hebben nog 10 seconden. En is dat beest weer tot leven? Dude! Waarom ben je weer tot leven? Of is dat een baasvorm? Nee, dat is gewoon een kleine vorm. Waarom leeft hij weer? Dat is ook niet eerlijk. Oké, nou, er is nog iets wat we hier achter moeten doen. Moeten we ook nog rekening mee houden. En er is nog een cave die we moeten gaan doen. Waar ik niet naar op zit te wachten. Jullie wel, ik weet het. Ik weet hoe leuk dat jullie het vinden als wij in paniek situaties komen. Nogmaals bedankt daarvoor. Maar goed. De dag is compleet. Weer geen Pikmin achtergelaten. We hebben die ene paarse Pikmin die... dat was volgens mij de aflevering van maandag. Die hebben we ook nog teruggevonden. Maar goed, dat is lekker belangrijk. En we hebben toch een enorme lading van treasures weer gevonden. Dus op zich wel een geslaagde dag weer. We hebben een hele cave gecompleet. En we hebben enorme harde obstakels weten te halen. Dus toen deze report op zich een goede dag. Oké, we zijn 3 Pikmin kwijtgeraakt. Dat is nooit goed. Elke keer als ik mijn mond... Ik moet mijn mond gewoon niet meer open doen. Dat is het beste. Oké, toch weer 1400 poko's gehaald. Zoals we zien, heel veel rode kwijt. Maar die rode die zijn we kwijtgeraakt door de attack of the dinges. En wij zijn er nog geen... Oh ja, er waren ook water... er zijn er ook een paar verdronken. Dat klopt, ja. 4 zijn er verdronken. Dus in totaal zijn we 8 Pikmin kwijtgeraakt. Ik wil het onder de 100 houden. Ik wil niet meer als 100 Pikmin kwijtraken. Louie, we suddenly stopped hearing from you. Everything okay? If things get tough, you can always come home. I'll stock up on those Pikmin carrots you love. Dankjewel, opa Louis. Dankjewel voor dat mailtje. Zeker wordt al op prijs gesteld, denk ik. Hoop ik, zal wel. Maar goed, we zitten dus... We hebben nou de shower room, Citadel of Spiders, Glutton's Kitchen. We hebben best wel veel dungeons gehaald. We hebben 2 treasures gevonden, dus er zijn nog 5 treasures te vinden. Ik denk dat ik nog in totaal voor de Perplexing Pool 2 dagen nodig ga hebben... om al die treasures te gaan vinden en om naar die cave toe te gaan. Misschien 1 dag, als we geluk hebben... En dan kunnen we dus naar de Wistful Wild. Maar omdat we nou zoveel hebben gedaan in Perplexing Pool... wil ik dus bij de volgende aflevering toch weer terug naar die Perplexing Pool. Omdat ik anders, ik weet niet hoeveel comments ga krijgen van... Ga nou die andere cave in! Want de echte... Ja, de Pikmin-spelers die het spel al kennen... die kunnen niet wachten op deze dungeon. En ik kan er eigenlijk heel erg lang op wachten. Het liefst zou ik nou naar de Wistful Wild gaan. Maar bij de Perplexing Pool... We zijn daar nu... We hebben daar heel veel al voor elkaar gekregen. Dus in de volgende aflevering gaan we daar weer naartoe. Dus heb je een leuk zo'n momentje vragen over deze aflevering? Laat het weten in de reacties. Als je daar tijd voor hebt, laat een like achter als je daar natuurlijk tijd voor hebt. Ik dank jullie voor het kijken. Jullie zijn geweldig. En ik hoop jullie allemaal weer te zien bij de volgende aflevering van Pikmin 2. Bedankt voor het kijken jongens. En tot de volgende keer. Doei!